Goedemorgen, nee, het is vandaag zondagochtend 14 november. En dan weet ik maar één ding. Ik ben vandaag jarig. 29 jaartjes geworden alweer. Ik ben op weg naar het station. Dan ga ik zo meteen naar Woerden met de sprinter. En dan gaan we met een SGM naar Utrecht. Dan waarschijnlijk met de ICE naar Amsterdam. Dan ga ik daar even een tijdje kijken. Dan later op de dag ga ik nog naar Den Haag sowieso. Ik ga met een busje voor mee, even later dienst. Dus ja, wordt leuk. In ieder geval ben ik op weg naar het station. En dan straks naar Woerden en dan met de sprinter naar Utrecht met een SGM. Dus dat wordt leuk. Nou, ik dacht lekker, ik ga met de sprinter naar Woerden en dan met de SGM naar Utrecht. Nee, wat hebben ze erop getiefd? SNG4. Tyfuszooi. Dus ik ga nu maar met de Intercity gewoon naar Utrecht. Dat is gelukkig zelfs wel ICM. Kijk, kerstverlichting. Dus ja, dan ga ik nu maar met de Intercity naar Utrecht en dan daar de IC naar Amsterdam. Nou ja, het was weer even gedoe, want die sprinter die ik wel heb, die reed een kwartier te laat, god wat verrassing. Dus nu was ik dan met lijn 8 naar Centraal Station gedaan. En nu heb ik dus een ICM naar Utrecht met een rok. Dus ja, we gaan nu naar Utrecht en dan ja, zien we wel wat we daarna gaan doen. Nou, sowieso vanmiddag naar Den Haag. En ja, we gaan dus nu naar Utrecht en dan gaan even kijken of misschien dat we straks nog naar Amsterdam gaan, ik heb geen idee. Misschien nog met SGM daarvoor, want er zijn slagen horen en zandvoort. Dus ja, op nu naar Utrecht Centraal met ICM3 helaas. Dus ik was mijn trip op tijd had geregeld, ICM6 gehad, maar goed. Nou, ik heb lekker een kop voor mezelf, dus nog rustig in de trein. Dus ja, op naar Utrecht Centraal Station. Nou ja, inmiddels ben ik onderweg naar Amsterdam met Intercity. En ja, net een nightje heb ik nog gedaan op Utrecht in Amsterdam. Dan zie ik nog wat gaan doen voor de rest. Ja, vanmiddag maar daarna. Zoals ik al zei, dus ja. Nou, inmiddels een SGM opgezocht op naar Haarlem. En natuurlijk, raam kan open, hè. Raam. Dus ja, op naar Haarlem. En ja, even kijken wat ik daarna nog ga doen. Misschien naar Leiden. En ja, in ieder geval met antiek materiaal, nu het nog kan. Nog een paar weken is het klaar met dit materiaal, helaas. Ik ben gewoon op weg naar Haarlem met SGM, nu het nog kan. Centraal. Ik ga zo meteen naar Den Haag Centraal. Dan ga ik even naar Game Staten, dat is een speelhal, ga ik even heen. Dan ga ik nog even naar Game Mania even kijken of iets leuks of zo. Nou, dan daarna ga ik eten en daarna ga ik met de bus mee in Den Haag. Dus ja, even kijken. Kijk, je ziet daar een film staan. Daar. Die neem ik zo meteen naar Den Haag Centraal. Dus ja. Het is toch een paar minuutjes, dus ja. En dan op naar Den Haag. Nou, het wordt nog een leuke dag. Zo, inmiddels onderweg in de Intercity naar Den Haag Centraal. Nog met een 8700. Ja, ja. Dus deze wordt binnenkort ook ongeveer een tweede generatie. Net zoals je nu met de dat was de VMM eerste generatie, maar je hebt dus nu zelfs de 9500. Die wordt de VMM tweede generatie. Dat wordt deze dus ook. Hier, kijk. Hey, dat was de trein die ik net had, die SNG. Dus. Maar in ieder geval op naar de nachtcentraal. Top.
ondertussen nu even dat je verder. Ik ben al plan van New Orleans, India. Gegeten al inmiddels. De treinen weer spotten hier. Kijk, daar gaat onze mooie RIT. Maar ja, ik wacht nu even op de Sprinter. Nou, daarna is het alweer. Met de Thalys even op de film gezet hier. Ze rijdt om, nee, die is weekend HSL lichter uit. Dus ja. We zullen met de hernia trein naar Den Haag Centraal. Jippie, worden we echt blij van, maar niet eens. Maar in ieder geval, nu is ze op de weer naar Den Haag. En dan verwacht dat de chauffeur komt. Moet over een uur beginnen, 4:30 of zo. 4:55. Dus ja, dan vertaal je mee op lijn 28. Nou, ik ben weer verder. Ik zit in dit city naar Rotterdam Centraal. Net nog gezellig mee geweest met die buschauffeur in Den Haag. Was leuk, gezellig weer gelachen. En ja, nu ga ik onderweg naar Rotterdam Centraal. En het gaat voorlopig nog goed. Het is weer die 1100 die ik normaal altijd heb. Maar dit keer niet gestrand. Of dat rijdt tenminste nog. Ja, naar Rotterdam mag die wel stranden, want dan ben ik eruit. Maar in ieder geval, ik ga nu naar Rotterdam Centraal, dan lekker naar huis. En het is al donker buiten, zoals je ziet. Maar ja, nu op weg naar Rotterdam. En ja, laat het gelijk door met de tram naar huis. Nou, ik ben bijna thuis. Het is een leuke verjaardag. Ik heb gehad. Nou, ik ben met de bus voor mee geweest. Een beetje rondgemaakt met de trein. En ik ga hier bij de vlog gaan sluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Vergeet natuurlijk niet het duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie verder bij de volgende video. Laters.